Houdu bij Allah min rajim Bismillahi r-Rahman La hawla wa la illa billahi al-Ilāzīm. Dasturiya siri madja sultan. Denken versus voelen. Maar het is niet versus. Het moet beide samen gaan. Net zoals het onvoorstelbaar is dat iets beweegt en stilstaat op hetzelfde moment, is het ook ondenkbaar dat Heel deze schepping is ontstaan zonder een oorzaak. Er moet een oorzaak aan ten, grondslag liggen, aan ten grondslag liggen. En dat is Allah de Verenigde, de Almachtige. Degene die bestaat zonder begin en zonder eind. Hier kunnen wij verstandelijk uh, op toekomen, naartoe komen, uh, overdenken en overpeinzen. Maar we kunnen ook met Allah zijn op een andere manier, en dat is het gevoel van voelen met het hart. In de Koran wordt er heel veel gesproken over het hart. En ook dat er heel veel mensen zijn waarvan hun hart gesluierd wordt. Zij kunnen niet zien met hun hart. En wij willen juist wel de mensen zijn die zien met, het, met hun hart. En dat kunnen wij bewerkstelligen uh, door constant in uh, gedenking te zijn van Allah de Almachtige. Allah de Liefhebbende. Allah heeft vele namen. Vele namen. De Liefhebbende. De barmhartige. En als we daar over nadenken en ook dat proberen te voelen. Dus ook af en toe eventjes die gedachten proberen stil te zetten. En even terug te gaan naar de ademhaling en even te, te kijken naar een gevoel van, van barmhartigheid. Die jij ervaart in je leven. Of de zegeningen die je krijgt in je leven. En proberen op dat gevoel in te tunen. En dat eigenlijk ook te verspreiden, eigenlijk. Want dat is ook iets wat, wat uh, alle heel graag wil, is dat die liefde wordt verspreid. De liefde voor uh, alle en de liefde voor zijn, zijn schepping. En het is ook in het dagelijks leven heel moeilijk tegenwoordig om het denken en het, en het voelen, het voelen op het gebied van hart en het gebied van ziel. Het zijn weer allemaal verschillende aspecten. Om die in balans te brengen. Deze samenleving is eigenlijk een samenleving gebaseerd. voornamelijk op de linker, linker hersenhelft, die voornamelijk op de ratio is, is gebaseerd. Maar we moeten ook die rechter hersenhelft gaan, gaan gebruiken. En dat is uh, daadwerkelijk uh, ons verbonden voelen met een, met een groter, uh, groter geheel. En dan hoef je niet meer. Constant te overpijnzen. Nee, je kan op een gegeven moment ook gewoon eventjes de dingen loslaten. En dat is ook het mooie zijn van, van een moslim: we geloven in een voorbeschikking. We geloven dat Allah alles heeft voorbeschikt en dat Hij het beste met ons voor heeft. En zodra je daar tevredenheid mee hebt, en ook eigenlijk ervan uitgaat dat, uh, dat Hij het beste met je voor heeft, en dat noemen we Husnullah. Dus het uitgaan van het goede van Allah, de verhevene. Uh, zo gaat Hij ook zijn. Dat is iets wonderbaarlijks. Of iets om over te, te peinzen. En het is ook heel mooi wat er wordt gezegd in de Edele Koran. Hoe je in zo'n toestand kan, kan geraken. Uh, er staat in de Koran: Fais elu eglir dikr in la ta'lamun." Vraag degene van gedenking van Allah, indien jullie het niet weten. Dus wees eigenlijk met de mensen die constant met Allah zijn. Constant uh, eigenlijk leven zoals Allah wil. Uh, goed zijn naar andere mensen. Vriendelijk zijn. Lief zijn. Uh, barmhartig zijn. Vrijgevig zijn. Niet gierig zijn. Geen afgunst hebben. Afgunst is, is een sloper. Zodra mensen afgunst hebben, als Allah heeft beschikt voor iemand anders, jij krijgt dat en jij gaat zeggen van, waarom heb ik dat niet? Wat een ondankbaarheid. Wat een ondankbaarheid. Afgunst, vreed spiritualiteit, weg. Wens voor je broeder en voor je zuster alles, al het goede. Maak doa voor jou, maak, maak smeekbedes voor jou, broeders en zusters. En dat zorgt ervoor dat er liefde komt. En zodra afgunst verdwijnt, dan ontstaat er een, een daadwerkelijk mooi leven. Subhana rabbika rabbil aizatil amin sifoun, Wa salamun ala al-musaleen. Wa alhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatiha.